dit ook herkent, toevallig dit stukje. Huh? Telefoon? Het ontglipt me steeds vanavond. Het is telefoon. Een mobieltje. Mobieltje, ah. Als het een mobieltje zou zijn, wat voor mobieltje is het dan? Nokia? Nee, Nokia gaat zo. Dat is Nokia. Ja, Ericsson. Nee, dit is Ericsson. Denk ik. Maar ik weet het ook niet meer. Er zijn zoveel van die, wat wij dan noemen, ringtones. Hè? Dat heet de ringtones. Je hebt barst van de ringtones. Hè? Hallo, met Bach. Nee, dit was ik zelf, want ik heb geen telefoon. Je hebt zoveel ringtones. Je kan ze downloaden van internet, hè. Ja, kun je hem lachen. Dat is ook grappig bedoeld, maar dat... Nee, maar dat is, je hebt heel veel ringtones. Downloaden van internet, dat is trouwens Nederlands, hè? Downloaden van internet. Beetje vreugdestok. Joystick. Maar je hebt zelfs katholieke ringtones, dames en heren. De protestanten die hebben dat niet, want die hebben hem altijd op trilfunctie staan. Dat is weer typisch. Dat kan je van een afstand zien zo. Grootvader staat weer te bellen, hè. Het barst van de ringtones, hè. Maar Nokia, dit... Dat is eigenlijk van Chopin, hè. Ik word niet echt geloofd vanavond, maar... Nee, maar dat komt uit een wals van Chopin, hè. Weer iets anders. Ik weet niet wat het is, maar het liedje is van Haydn. Joseph Haydn. Kent u natuurlijk van dit. Nee, het komt uit een stukje van sonaten van Haydn.